Wouter, hier zitten we terug. Dag Tom. Eens even kijken naar de toekomst. We hebben nu in het vorige filmpje gesproken over het verleden, of verleden, over 2022. En nu is het ook belangrijk om eens even vooruit te kijken, hè? Want dat is ook wel belangrijk. Hè? De toekomst is belangrijk, dus daar gaan we eens even... Wat denk jij dat er in 2023 allemaal in het Zoersel zal gaan gebeuren? Ik denk dat 23 een soort overgangsjaar geworden. We hebben onlangs de meerjarenplanning gehad, een begroting besproken gehad. Ze gaan de winkel een beetje open houden. Hetgeen op de planningstaal zal rustig worden uitgevoerd. Maar ik denk dat we niet zo'n heel interessant politiek jaar gaan zien, 23. Ik denk dat het een soort voorbereidingsjaar geworden voor het verkiezingsjaar 2024. Dus ik denk dat we daar relatief kort in kunnen zijn. Ah, oké. Okay. Dus dan 23 is een soort overgangsjaar. Dan komen we natuurlijk gemakkelijk zijn het halve in 2024. Ik zag ook wel een paar keer dat er op Facebook posts zijn met die missie 2024, waar je dan heel een aantal verhalen, een aantal statements neerzet. Wat moet dat eigenlijk allemaal zeggen, missie 2024? Ja, missie 2024, zoals het eigenlijk zelf zegt, is voor mij bijna een levensdoel geworden. Allee, mijn politieke levensdoel dan. We gaan er een heel belangrijk verkiezingsjaar, omdat zowel de nationale als lokale verkiezingen samenvallen. Ja. En ik voel daar toch een bepaald momentum aankomen. Ik wil nu niet fatalistisch zijn, maar misschien wel een soort laatste momentum. En zeker in Zoersel ook ons momentum. We zijn met een heel sterke ploeg ondertussen. Er zijn in Zoersel ook heel wat politieke zaken gebeurd, waardoor dat het ook wel wat opportuniteiten zijn. Mensen zijn hier ook wel een beetje ontwakker worden. Nationaal zit het natuurlijk ook wel mee. Dus die missie 2024, wat bedoel ik er eigenlijk mee? Dat is eigenlijk een verzameling van alles wat we nu proberen te doen. Hè? De communicatie dat we doen onder mensen waar we mee bezig zijn. De voorstellen die we doen op de gemeenteraad. Om te laten zien, en zie, wij zijn er. Dat is ons alternatief. En dat moet ergens in 2024 een hoogtepunt krijgen. In eerste instantie met een verkiezingsoverwinning. Gemeen overwinning alleen zei er niks. Hè? Maar het echte doel is natuurlijk bestuursdeelname in 2024. En specifiek dan om aan de Zoerselaar te laten zien dat als het Vlaams Belang aan de macht komt, dat Zoersel niet vergaald, dat er ook nog altijd op de wegen gereden zal worden. Ja. En nog beter, dat het bestuur ook gewoon veel beter zal zijn. En dat beschouw ik echt een beetje als mijn doel. Vanuit Zoersel laten zien dat het Vlaams Belang perfect bestuurd kan worden in Vlaanderen of waar je maar wenst. Maar natuurlijk dan, dat krijg je natuurlijk die discussie rondom het cordon sanitair, dat natuurlijk voor een stuk beperkend kan zijn in al dan niet deelname in de meerderheid. Hè? Dat we dan natuurlijk als Vlaams Belang Zoersel daar kunnen aan deelnemen, hangt echt af van voor een stuk van de andere partijen met dat cordon sanitair. Ik denk dat dat zeker lokaal voor een groot stuk eigenlijk achterhaald is. Hè? Dat er de redenen waarom dat er ooit gekomen is, zijn volgens mij vrijwel onbestaande op lokaal gebied. Waarschijnlijk ook wel op nationaal gebied, maar dat is een andere discussie. Dus daar is een beetje de vraag, hoe denk je dat de andere partijen naar al dan niet samenwerken met Vlaams Belang in een meerderheid, hoe dat die er naartoe kijken? Hoe zie je dat? Nu, ik wil zelfs op die vraag antwoorden, maar ik wil eigenlijk die vraag van Cordon toch eerst even nog terugkoppelen naar jou. Omdat, ik begrijp het als politieker sowieso niet, dat Cordon. Maar hoe zie je dat eigenlijk als burger heel dat gebeuren? Nee, maar ik denk dat wat ik net zei, ik denk dat er, als je echt terugkijkt naar erg lang geleden, waarom dat Cordon er dan gekomen is, dan denk ik dat er op dat moment misschien wel redenen waren om dat te doen. Maar anderzijds merk ik dat het Cordon er nu meer en meer gekomen is om Vlaams Belang niet in de meerderheid te krijgen. Niet tegenstaan dat, denk ik, Vlaams Belang over de voorbije jaren toch ook wel inhoudelijk heeft kunnen laten zien dat er heel veel dingen, dat ze ook heel veel goede dingen kunnen bijdragen tot het bestuur. Maar eigenlijk gewoon uit een soort behoud van de traditionele partijen, van het beschermen van hun eigen postjes, dat daar toch in zekere zin het cordon in leven gehouden wordt. Ik denk ook vanuit mijn perspectief, en ik denk dat ik merk dat bij heel veel, ook bij heel veel jongeren, dat er eigenlijk die dat cordon niet kennen of niet begrijpen waarom, of niet weten waarom dat er is, dat die eigenlijk ook niet echt goed begrijpen waarom dat er zou moeten zijn. Dus je merkt wel dat in mijn leefwereld, in mijn ervaring, dat het eigenlijk dat het minder en minder zinvol wordt uiteindelijk, het cordon. Dat neemt niet weg dat anderzijds die traditionele partijen
keer op keer, ook niet noodzakelijk onder dwang van de Waalse partijen in, of drukken van andere kanten, eigenlijk toch elke keer dat cordon herbevestigen, want dit is belangrijk voor ons. Dus ik vraag me dan wel af, hoe gaan we dat dan lokaal al dan niet kunnen doorbreken of niet? Ja. Ja, want nationaal, federaal, daar kunnen we over discussiëren, maar dat is echt een ander spel, denk ik. Maar lokaal, denk ik, waar we toch met elkaar proberen elkaar dadelijk goed in de ogen te kijken, waarom zou het dan, waarom zou dat nog spelen op lokaal gebied? Eigenlijk niet. Lokaal zijn er heel weinig onderwerpen die echt ideologisch zijn. En als die er dan al zijn, gaat dat ook niet over iets dagelijks, fundamenteel, waar het Soersel nu ineens anders door bestuurd zou worden. Die ideologische redenen zijn daar niet de oorzaak van. Dus eigenlijk is dat er niet. En als je in de praktijk, zie je ook, als je komt andere partijen tegen op evenementen en zo verder, wordt er eigenlijk zeer normaal met elkaar omgegaan. Hè. En dan zijn er verkiezingen, dan moeten er lijsten gevormd worden, moeten er posten verdeeld worden en dan ineens kan er niet meer gepraat worden. Dus eigenlijk is dat heel raar. Hè. Dat is eigenlijk ook bijna wat schizofreen. Hè. Het punt is, ik kan eigenlijk zeggen om met al die partijen samenwerken. Hè. Ik heb daar niet zoiets van, oh, dat is een veto. Wat voor mij veel belangrijker is tijdens dat lokale, is de bekwame mensen om mee samen te werken. En ook bekwame mensen dat er hun tijd willen insteken, met een bepaalde drive. Hè. Want zijn twee dingen, je kunt heel bekwaam zijn, maar als je er geen tijd in steekt, komt er niet veel van. Of het omgekeerde. Hè. Dus ik denk dat dat een veel belangrijkere voorwaarde is van... Of eigenlijk een betere vraag, met wie zouden we willen samenwerken, is eerder vanuit de bekwame lokale mensen die hun tijd er willen insteken, dan per se met welke partij. Maar wat dat betreft heb ik daar eigenlijk geen veto's over. Ja, dus uiteindelijk kunnen wij als Vlaams Belang Soersel met iedereen samenwerken. En dat is eigenlijk best een interessante statement natuurlijk, omdat we dan de vraag krijgen van waarom we vooral rondom die bekwame mensen, moeten we natuurlijk met elkaar in discussie gaan wat dat wil zeggen, maar het komt ook bij een ander hashtag-achtig gebeuren, hè, tijd voor het doordagbeleid, waar dat je eigenlijk met bekwamen, laten we het dan even in zijn algemeenheid noemen, over de partijgrenzen heen, denk ik dan, dat we dan toch proberen een doordacht beleid te gaan maken en opbouwen. En wat moet dat zeggen voor jou? Ik verwijt twee principes. Iets beter goed huisvaderbeleid en iets meer gezond verstand. Eigenlijk met die twee zaken kun je perfect een gemeente leiden. Klein voorbeeldje. Heel de situatie met al de paaltjes en de knip die we hebben gehad. Als je een paaltje zet in straat A, weet je dat in straat B drukker wordt. Ongezond verstand. Dus je weet, je ziet daarmee een probleem als je dat begint te doen. Dus met gezond verstand zou dat kunnen op voorhand eigenlijk al dingen... Op die manier moeten we er niet aan beginnen, want daar gaan we niet voor. Goed huisvaderbeleid, je kunt een euro maar één keer uitgeven. We zien dat er toch nog al te vaak aan Sinterklaaspolitiek wordt gedaan. En ik wil eigenlijk in 2024, als ik de kans zou krijgen om met ons team de lijnen mee uit te zetten, is echt nog een kerntakendebat. Waar moet een overheid, een lokale overheid in dit geval, nu echt mee bezig zijn? Die paar euro's die dat maar hebben, hè, want we zitten al met een belastingsdruk, dus ik heb niet de ambitie om belastingen op te trekken, hè, dat lijkt me niet. Hè. Meer gaan lenen en de schulden naar de volgende generatie is absoluut ook niet waar voor mij het goed huisvaderbeleid is, dus je moet gewoon zien wat we hebben, hoe gaan we dat gaan investeren. En daar wil ik je dan toch een kleintje als voorbeeld geven, als we het dan hebben over Sinterklaaspolitiek. We zijn op dit moment zeer solidair met de Oekraïners. Krijgen een leefloon, krijgen woonst, watergas en elektriciteit, houden we 1300 euro dan over op dat moment. Na woonst, gas, watergas en elektriciteit. Ik denk dat we daar ook deels onze plicht moeten doen. Hè? Het is daar ook oorlog. Vanuit mijn persoonlijke situatie ben ik er ook zeer bij betrokken. Hè? Maar als we dan zien dat die mensen ook nog eens extra een Sinterklaasje krijgen, soldenpremie, eindejaarspremie, waar ik ook snel weer over honderden euro's ga, dan denk ik, ja, dat is niet meer het goede huisvaderbeleid. Dan zijn er eigenlijk euro's om te uitdelen aan mensen die het financieel niet nodig hebben. Dan zijn er zeker anderen die dat beter zou kunnen gebruiken. Of kunnen we dat geld bijvoorbeeld beter gebruiken om het onderhoud van fietspaden opeens te zeggen. Wat wel een echt kerntaak is.
Nederlands. Dus dat is voor mij, of in ons verkiezingsprogramma gaat dat de rode draad worden. Wat zijn die kerntaken en waar moeten we daar op inzetten? Ik weet niet hoe dat jij het ziet. Ik denk dat wat je zegt is, politiek is keuzes maken natuurlijk. Hè? En ik denk dat politiek is ook doordachte keuzes maken en onderbouwde keuzes maken. En ik denk dat als ik terugkijk naar het verleden, dat toch wel in een aantal dossiers dat ik gezien heb, dat erg moeilijk lijkt te zijn in het Zuurzossen. Dus ik denk dat we, als we vanuit Vlaams Belang Zuurzossen zeggen van hey, dit is echt onze kern en we gaan naar de kerntaken kijken, maar ook op een goede onderbouwde manier doordacht en op feiten gebaseerd, dus echt op werkelijkheid en niet op wensdenken soms gebaseerd, dan denk ik dat we al ontzettend grote stappen vooruit kunnen zetten op die manier. Dus ik ben er volledig mee akkoord dat we ook elke euro maar één keer kunnen uitgeven. Dus als we dat dan nog eens op een slimme manier uitgeven, dan denk ik dat we al heel grote stappen vooruit zetten. Voilà, ik denk dat is onze interne taak voor 23. Ja. En dan de externe taak zal er dan in zijn om in 24 dat zeer goed aan de Zuurselaar te communiceren. En dan zal die hashtag missie 2024 ja. Hopelijk ook leiden tot een hashtag tijd voor doordachtbeleid. Ja. Of echt doordachtbeleid. Echt doordachtbeleid. Oké, dankjewel. Goed. Graag gedaan, Tom.